mooie zomerse dag in augustus 2013. De Hilversumse schrijfster Els Kiewiek Peters dwaalt in gedachten verzonken door de verlaten steengroeve de Piesberg, vlakbij Osnabrück. Ze is er met een kleine cameraploeg naar aanleiding van haar boek De toekomst heeft een lang verleden. Het is een bijzondere familiegeschiedenis, het verhaal van haar vader en grootvader, die beiden in het laatste oorlogsjaar als dwangarbeiders in Duitsland te werk werden gesteld. Vader Jan Peters werd op 15 juli 1944 gearresteerd. Na 5 dagen cel in het Hilversumse politiebureau aan de Lange Straat werd hij als 19-jarige jongeman op transport naar Duitsland gezet en te werk gesteld in de Miag-fabriek te Braunschweig. Daar werden onderdelen van jachtpanzervoertuigen gemaakt. Opa Bernhard Peters werd een paar maanden later opgepakt tijdens de beruchte Hilversumse razzia van 23 oktober 1944. Maar liefst 3800 mannen vanuit alle Hilversumse wijken afkomstig werden in de vroege ochtend van die maandag uit hun huizen gehaald, waarbij geweld niet altijd werd geschuwd, en voor registratie naar het sportpark in Hilversum bijeengedreven. Vervolgens werden zij via Kamp Amersfoort naar verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland getransporteerd en een groep van ongeveer 1000 Hilversumers, waaronder grootvader Bernhard, kwam terecht in Bramsche bij Osnabrück. Vader Jan Peters overleefde de oorlog, opa Bernhard niet. Hij behoorde tot de zogenaamde oudere mannen. Hij was bijna 50 en verzwakte al snel onder invloed van de mensonterende omstandigheden in het barakkenkamp, waar circa 800 Hilversummers waren ondergebracht, samen met een grote groep Russen, Italianen en andere dwangarbeiders uit de bezette gebieden. Deze barre omstandigheden, samen met de zware fysieke arbeid die moest worden verricht in de steengroeven, in een periode waarin de winter zeer hard toesloeg, werden hem op 21 december 1944 fataal. Opa Bernhard overleed na 3 maanden als eerste Hilversumer in het barakkenkamp van Bramsche, lager Luterdam. Kort na hem zouden er nog velen volgen. De toekomst heeft een lang verleden, is niet alleen het verhaal van wat vader en opa Peters hebben meegemaakt. Het is opgedragen aan en daarmee tegelijkertijd een monument voor de vele Hilversumse dwangarbeiders die in Duitsland te werk zijn gesteld. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de verhalen van voormalige dwangarbeiders, zoals onder andere de Hilversummer Jan Edelstein. Wie is deze Els Kiewiek Peters, schrijfster tegen wil en dank? Dit is Mauritslaan, nummer 33. Het huis waar ik geboren ben, in 1954. Omdat het bijzonder is het om hier weer terug te zijn na al die jaren. Daar achter dat raam, daar ben ik geboren. De herinneringen die ik vooral koester, dat zijn mijn balletlessen die ik had. Want vergeet niet, dit was vroeger een bekende plek voor heel veel Hilversumse dames, moet ik eigenlijk zeggen nu. Ja, hier hing het bord van de balletschool van Nel Voogd. En op de andere kant van de deur hing het bord dat mijn vader ook zelf maakte, altijd prachtig. Een zwart glas met goud opdruk. Het naambord van het bedrijf van mijn vader, firma Gebroeders Peters. Toen de tijd was het Gebroeders Peters. Schilders en behangers. Ach jee, ja. Oh mijn god. Het is nog net zoals 50 jaar geleden. Er is echt niets veranderd. Dat kom je nog maar zelden tegen tegenwoordig. Dat iets onveranderd blijft.
Misschien is het nog wel de verf die mijn vader erop geschilderd heeft, 50 jaar terug. Misschien, ik weet het bijna wel zeker. Dat is de zoldertrap die naar mijn kamertje ging, daarboven. Daarachter de keuken van mijn moeder. Achter die deur de slaapkamer waar ik geboren ben. En dat was onze woonkamer. Maar het is heel speciaal om hier in deze ruimte weer opnieuw te zijn. Want ja, dit is dan niet de ruimte waar wij woonden. Wij woonden hierboven. Maar dit is de balletschool van Nel Voogd, de studio. Een studio waar je, moet je voorstellen, allemaal grote spiegels langs de wanden. Alleen maar. En dan de bekende bar waaraan we de oefeningen deden. De pliés enzovoort enzovoort. En haar zus, tante Beb, die stond, er stond in die hoek daar een grote vleugel gestationeerd. En die begeleidde ons op de piano. En tante Nel gaf ons dan de instructies. En ja, daar heb ik toch vanaf mijn 4 jaar was ik al toen ik op ballet ging nagaan. En daar heb ik op gezeten totdat ik, ja, totdat we hier vertrokken eigenlijk. We zijn hier in de Curiestraat. Curiestraat moet het zijn, maar wij noemen het Curiestraat. Nummer 36. Dit is het huis waar mijn ouders naar verhuisden in 1965. Ik weet wel dat ik heel veel moeite had met wennen hier. Wennen aan een nieuwe school, waar het er allemaal strenger aan toe ging. Ik moest ineens weer met schuine lijntjes onder mijn schriftje leren schuinschrijven met een pen met inkt. Terwijl ik al gewend was om met ballpoint te schrijven, klein detail. Maar dat moest allemaal, het was allemaal wat strenger, wat conservatiever. En ik miste vreselijk de Mauritslaan, waar ik de eerste 10 jaar mijn kindertijd had doorgebracht. En mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes. Dus dat heeft een tijd geduurd voordat ik me hier een beetje prettig begon te voelen eigenlijk in dit huis. Zo gingen wij in 1969 dus naar het Hartsgebergte. En mijn vader had te kennen gegeven dat hij daar graag naartoe wilde. Dus wij zijn kinderen in de auto, maken er een dagje van. En wij gingen naar Braunschweig eerst. En vervolgens, daar hebben we momenten meegemaakt dat mijn vader inderdaad heel erg opgewonden raakte van plekken die hij herkende van vroeger. Waar hij gescholen had, waar hij zijn lager had gehad, zijn kamp, de Diesterweekschule. Schützenplatz, daar zijn we geweest. En de Miach-fabriek, die bestond nog. En dat was. Wij liepen er een beetje achteraan en we hadden zoiets van, nou ja, hè, als kind. Maar ik merkte aan mijn vader, daar zat wat. En hij werd geëmotioneerd daarbij. Ik kan me herinneren dat we bij de Miach-fabriek voor zo'n portiersloge stonden en dat mijn vader met die man sprak. En afijn, er werden dingen uitgewisseld, gegevens uitgewisseld. Na de hand bleek het adres en telefoonnummer van iemand die kende uit de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me herinneren dat hij daar bij een telefooncel stopte. Jongens, en hij moest iemand bellen. En na de hand kwam hij terug en legde aan ons, aan de kinderen uit, dat hij welkom was bij iemand die kende uit de Tweede Wereldoorlog. En die man was heel belangrijk voor hem geweest. Die man had ervoor gezorgd in begin januari, toen hij te horen had gekregen dat zijn vader was overleden eind december, dat hij doorreispassen had gekregen via die man. Die had er echt heel erg zijn best voor moeten doen om hem te laten reizen van Braunschweig, waar hij in een kamp zat voor dwangarbeiders, naar Bramsche bij Osnabrück, waar het kamp was van waar grootvader in geïnterneerd was geweest de laatste 2 maanden van zijn leven. En dat hij daar naartoe kon gaan om dingen eventueel nog te regelen rondom de begrafenis, spulletjes op te halen enzovoort. Dat is mijn vader, dat is eigenlijk voor de eerste keer dat ik als dochter, ik was toen een meisje van 14, 15 jaar, en mijn vader was altijd zo'n stevige, sterke man waar je echt tegenaan kon leunen. En als je verdriet had, dan wist hij je te troosten en weer gerust te stellen.
En nu was het een beetje andersom. Ik begon hem, ik zag hem wat breekbaarder worden. Hij had verdriet, dat kon je zien. En hij liet zijn tranen vooral ook de vrije loop toen we een dag later in Hannover op het ereveld, An der Seelhorst heet dat. Een ereveld voor met name Nederlandse slachtoffers ook. Dat we daar liepen en dat hij echt overmand door verdriet wegholde van ons. En een plekje zocht om even voor zichzelf te hebben. Het was ook precies 25 jaar na de oorlog, 25 jaar na dat rampzalige jaar, 44, 45, wat ik na de hand eigenlijk stapsgewijs pas goed besefte. En wij zijn dus ook nog geweest bij die mensen in Braunschweig, waar we heel hartelijk welkom zijn geheten. De ontmoeting tussen mijn vader en die man was heel bijzonder. Hij was heel, ja, je kon zien dat die mannen veel deelden. En die hebben met elkaar heel veel uitgewisseld. Ja, en wij kinderen, wij waren alleen maar blij met die grote Duitse taarten die daar stonden voor ons. En de limonade die werd ingeschonken. En pas na de hand zijn al die puzzelstukjes die ik toen heb meegemaakt. En die ik later leerde kennen via gesprekken, via boeken, et cetera. Is die puzzel compleet geworden. Ja, we staan hier in de Voltastraat, hoek Jan van der Heijdenstraat. Dit is de straat waarin mijn grootouders zijn komen wonen in begin jaren 20. Deze wijk is destijds neergezet door onze beroemde bouwmeester Dudok. Die verantwoordelijk is geweest voor heel veel mooie wijken hier in Hilversum. Mijn grootouders die trouwden in 2021 en zijn hier komen wonen. Hebben hier een gezin gesticht. En mijn grootvader was werkzaam in een schildersbedrijf van Sloten en Bethlehem destijds. Mijn vader is hier dus geboren in 1925, na hem twee broers en zussen nog. En het gezin van mijn grootouders heeft hier eigenlijk een mooie bloeiende periode meegemaakt. Het ging goed met het bedrijf, had vaste conditie. Mijn grootvader had knechten in dienst. En later, dat was voor mijn vader, die wilde heel graag ook in het bedrijf van zijn vader komen werken als leerlingsschilder. En is toen ook naar de ambachtsschool gegaan en heeft op een gegeven moment een soort wisselwerking, een paar dagen school, een paar dagen werk in het bedrijf, kwam hij in 1939 als leerlingsschilder te werken in het bedrijf van mijn grootvader Bernard. Bizarre is dat ik beschik over een brief. De brief staat ook, is te lezen in het boek. Die is geschreven door mijn zowel mijn grootvader als mijn grootmoeder op de avond van 22 oktober 1944. Een brief die ze schrijven naar zoon Jan in Braunschweig, waarbij ze hun bezorgdheid uiten. En vertellen een beetje bewoordingen hoe het met hun nog gaat. Het gaat nogal goed. Mijn grootvader beschrijft de ene kant en mijn grootmoeder de andere kant. Ontroerende brief. In die nacht van 22 oktober op 23 oktober... de ochtend daarvan worden ze wild verstoord tussen 7 en 8 door schreeuwende Duitsers hier in de straat. En een heleboel onrust, mannen die ineens rennend door de straat gaan hier. En mijn grootvader en mijn grootmoeder komen er buiten en zien wat er gebeurt. En ook mijn grootvader wordt geordoneerd door SD'ers om zijn koffer te pakken. En zoveel mogelijk mee te nemen wat maar mogelijk is. Als het kan ook wat warms, een warme jas. Het was op dat moment bizar genoeg, het was 22 oktober, maar het was een hele zomerse herfst. Het was een graad of 20, dus de mannen die hier door de straat liepen, trokken vaak kleding aan wat ze op dat moment voor handen hadden. En dat is redelijk zomers en dun te noemen. Ze kregen amper tijd om echt na te denken wat ze mee zouden nemen. En dat God is ook voor mijn grootvader. Later heeft mijn grootmoeder nog wel wat spulletjes na kunnen brengen naar Amersfoort. Maar goed, dit was dus het moment op die maandagochtend rond 8 uur... dat er hier ongelooflijk veel onrust in de straat was. Waarbij mannen werden opgepakt en verordoneerd zich te melden bij het sportpark hier in Hilversum, waar ze verdere instructies zouden krijgen. Thank you.
23 oktober 1944, de dag waarop zo rond 3800 Hilversummers door de Duitsers bijeengedreven werden en hier op het sportpark zich moesten melden. Dat gebeurde met heel veel dwang en hier en daar ook met het nodige geweld. Mijn grootvader Bernard die vertrok dus vanuit de Voltestraat samen met zijn vrouw Bet aan de fiets en jongste zoon Wim die ook nog zo lang mogelijk even mee wilde blijven lopen met zijn vader. Hoewel hij bij de Oosterringweg werd tegengehouden en ze zeiden van je kunt beter terug naar huis gaan, anders dan moet jij ook nog je melden en nemen ze jou ook mee. Mijn grootvader met zijn rieten koffertje, met zijn spulletjes erin en netjes gekleed zoals altijd, met zijn hoed op. Dat was het laatste beeld wat mijn tante Willy, jongste zusje van mijn vader, zag. Want mijn grootvader zou niet meer thuiskomen. Hij vertrok samen, zoals gezegd, met zijn vrouw Betsy, mijn grootmoeder, liepen hier naartoe. Samen met een heleboel andere mannen die ze onderweg aansloten in die rij. En hier moest Bets afscheid nemen van Bernard om zich aan te sluiten in de colonnes. Die richting kamp Amersfoort gingen die dag. Van daaruit zijn ze op transport gesteld naar verschillende bestemmingen in Duitsland. En een van die bestemmingen was Bramsche. We zijn hier in Bramsche en staan voor het station, het Hauptbahnhof Bramsche, waar op woensdag 1 november 1944 1000 Hilversumse jongens en mannen aankwamen. Ze waren, zoals ik eerder vertelde, bij de razzia anderhalve week eerder in Hilversum bij elkaar gedreven in het sportpark. En ruim anderhalve week later dus op transport, die reis heeft ruim 2 dagen geduurd, kwamen ze hier aan. Vervolgens werden ze Bramsche ingeleid, bewaakt, bewapende Weermacht en SS, en over 2 locaties verdeeld. De eerste locatie is hier vrij dichtbij. Dat is de Meyerhofschule. Daar werden 200 Hilversumse mannen en jongens omgebracht in het gymnastieklokaal, de Turnhalle. Onder andere een bekende Hilversummer die kort na de oorlog zijn herinneringen heeft opgetekend in zijn boek Arbeider in Moffeland door Bertie Ham. Hij was een van die mensen die in de Meyerhofschule hier dichtbij terecht kwam. Die mannen hadden het heel klein beetje beter in dat opzicht ten opzichte van de 800 man die voortgedreven werden naar de Luterdam, een lager, een groot lager, een groot kamp, waar ze met 800 man zich moesten voegen in een relatief klein kamp waar al heel veel, met name Oost-Europese dwangarbeiders, Polen, Russen, Italianen, zich bevonden. Een afstand van 6-7 kilometer die iedere dag weer opnieuw daarna moest worden afgelegd. 'S Ochtends vroeg om 5 uur werden ze het stro uitgeslagen, letterlijk en figuurlijk soms. En moesten op appel, wassen was er niet bij. Ze moesten meteen gaan lopen. En dat duurde dan ruim een half uur voordat ze in weer en wind hier weer bij dit station aankwamen. Om vervolgens vervoerd te worden naar station Eversburg bij Osnabrück. Dat was een ritje van ongeveer 25 minuten. Maar toch. En 's avonds herhaalde zich dat ritueel dus weer. We kwamen aan hier op dit station Bramsche om vervolgens weer lopend 7 kilometer terug naar het lager Luterdam te komen. Daar waren ze 's avonds dan meestal rond 8 uur, 8:30 uitgeput en moe, doodmoe en konden alleen nog maar gaan slapen eigenlijk. Er is niets meer terug te vinden van het vroegere barakkenkamp aan de Luterdam in Bramsche. Er bevindt zich nu een moderne woonwijk. Het enige dat nog herinnert aan het leed dat hier door zoveel Hilversummers is geleden, is een monument, bestaande uit 3 bronzen figuurtjes op een sokkel voor de Johanneskirche. Ze stellen 3 dwangarbeiders voor waar de pijn van de gezichten is af te lezen. Thank you.
We staan hier voor de Martinuskerkje, de enige katholieke kerk die Bramsche telt. Dat was toen ook het geval en dat betekent dat heel veel katholieke dwangarbeiders in die tijd deze kerk hebben bezocht om naar een mis toe te gaan. Bij deze katholieke kerk is ook mijn grootvader begraven op 24 december 1944. Hij heeft slechts 2 maanden kunnen overleven en uiteindelijk is hij bezweken aan ontberingen die hij heeft moeten ondergaan in het kamp. Hij heeft hier toch zo'n 6-7 jaar begraven gelegen, mijn grootvader Bernard. Totdat mijn familie kon beslissen op verzoek van de Oorlogsgravenstichting of ze niet liever hadden dat hij een mooie plek zou kunnen krijgen op het ereveld aan der Zijlhorst in Hannover. De familie heeft besloten om inderdaad dat te laten gebeuren. Dus in 1952 is mijn grootvader Bernard vanaf het kerkhof hier in Bramsche, de Martinuskerkje, overgebracht naar het ereveld aan der Zijlhorst in Hannover. Terwijl er rond de Martinuskerkje gefilmd werd, kwam de pastoor naar buiten. Hij nodigde Els uit om te kijken of de naam van Bernard Peters misschien in het grafregister terug te vinden was. Das muss Bernard sein. Peters ist das. Ja, Peters. Und das Bernardus vielleicht im Altdeutsch. Maler, das stimmt, aber Maler. Op een rustig moment had Els behoefte om haar indrukken te laten bezinken. Ze vertelt hoe haar nieuwsgierigheid werd geprikkeld om meer over haar opa en vader in Duitsland te weten te komen. Uiteindelijk zou dat leiden tot het schrijven van haar boek. Dat is ontstaan, althans een beetje, de eerste echte nieuwsgierigheid ontstond bij mij toen ik, dat moet in 1999 of 2000 zijn geweest, op een verjaardag van mijn broer Benno kwam een andere broer binnen en die had dat boek Aufstehen Kaffeeholen weten te bemachtigen. Hij zegt, je moet je eens in kijken, daar staat ook iets van opa en van papa in. Dus daar heb ik op zo'n drukke verjaardagsvisite, bezocht, heb ik zitten bladeren. En ik zag dat, maar ik kon me niet goed concentreren, maar ik denk, daar moet ik wel een keertje wat meer van, wil ik daar graag over lezen. En ik heb niet lang daarna het boek ook besteld. Dat moest ik bestellen toen het was in Nederland niet te krijgen. En volgens mij is dat nog steeds zo bij Rasch Verlaak hier in Bramsche. En dat heeft ermee te maken dat het boek is tot stand gekomen. Aufstehen Kaffeeholen door een hele intense samenwerking tussen de gemeente Bramsche en de gemeente Hilversum. Beide gemeentes zijn contact gaan zoeken met elkaar. En op een bepaald moment is ook Egbert Toghim en het streekarchief Karin Abraham, ze zijn erbij betrokken geraakt. En ik weet van Egbert Pelgrim, omdat ik op een bepaald moment ook met hem contact heb gelegd in verband met mijn eigen boek, 10 jaar later, zo'n beetje. Dat hij begonnen is in de jaren 90 met het inventariseren van zoveel mogelijk ooggetuigenverslagen, ervaringsdocumenten, dagboekaantekeningen, alles wat dwangarbeiders maar genoteerd hadden of bewaard hadden uit die tijd. Allerlei memorabilia. Mijn vader kwam terug. Hij heeft hier in Bramsche, we hebben er straks over het kerkhof gelopen van de Martinuskerkje. Nou, ik realiseerde op dat moment, voelde ik het me heel dichtbij. Omdat ik weet dat hij als 19-jarige samen met meneer pastoor naar het graf van zijn vader ging. 4 januari 1945. Zijn vader was inmiddels 2 weken daarvoor al begraven daar. Hij is 2 dagen hier op bezoek geweest. Hij is heel hartelijk ontvangen door de kameraden van zijn vader, mede lotgenoot hier in Kamp Lutterdam.
En ze hebben me aan alle kanten ook geholpen met informatie en ook nog te vertellen over hoe zij zijn vader hebben meegemaakt gedurende de laatste 2 maanden van zijn leven. En hij heeft hier een brief geschreven naar huis. Een brief die bestaat uit 8 delen, een beetje op verschillende stukjes papier bij elkaar geschreven. Wel met de pen van zijn vader nog. En die brief heeft bij mij ook een prominente rol gekregen in mijn boek, omdat ik dat zo'n verbindende, ja, ik weet het niet, dat is eigenlijk misschien wel later, toen ik die brief onder ogen kreeg, de grootste trigger geweest van hier moet ik iets mee doen, dit is belangrijk. Wat mijn vader toen als 19-jarige schreef in die brief. En wat zo kenmerkend is van de kracht die die man toen al had en die hij ook later gedurende zijn volwassen leven verder heeft moeten hebben om te doen wat hij heeft gedaan. Want hij had zijn eigen verdriet waar hij hiermee kwam. Daar moest hij iets mee. Hij moest de boodschap overbrengen aan zijn moeder en zijn broertjes en zusjes dat vader was overleden. Je ziet meteen dat hij, ondanks dat verdriet, dat schrijft hij ook van, ik heb het ook een paar dagen moeilijk gehad, moeder, maar ik ben er al wel weer een beetje overheen. Die paar maanden hier hebben me hard gemaakt en ik ben man geworden. Ik had dus inderdaad al kennis gemaakt met het Auffstein Kaffeeholen en het verhaal zoals het beschreven stond over mijn vader en grootvader daarin. En ik heb het boek besteld, ik heb het boek gelezen, maar ja, in de drukte van een gezin met kleine kinderen en een baan erbij, dat om daar echt iets mee te doen, dat kwam daar maar niet van. En in 2006 werd ik echt heel nadrukkelijk uitgenodigd door mijn tante Willy en haar man oom Jan om een keertje op een zondagmiddag langs te komen in Ankeveen. En toen ik daar kwam, ik ben daar met mijn broer naartoe gegaan, toen hadden ze al het archief helemaal uitgespreid op de tafel. Maar hij zegt, joh, Els en Benno, wij worden er niet jonger op. En we hebben toch hier een belangrijk archief. En we willen in ieder geval dat jullie daarvan weten. Het is aan jullie om daar iets mee te doen. Nou, en ik viel die middag van de ene verbazing in de andere, wat ik net vertelde over die brief van mijn vader, die daar nog in stukjes en beetjes weliswaar beschadigd. En die kaartjes van mijn grootvader, geschreven naar huis, geschreven naar zijn zoon in Braunschweig, die brieven, die bestonden allemaal nog. En dat was voor mij een enorme openbaring, want ik werd daar knal rechtstreeks geconfronteerd met die oorlog waar dan maar nooit over gesproken was vroeger. Ja, dat was een openbaring voor me. Nou, dat heb ik allemaal mee naar huis genomen en voor mezelf netjes gearchiveerd en zo van, daar ga ik een keer iets mee doen. Egbert Pelgrim is heel belangrijk geweest voor de geschiedenis van Hilversum. Hij was historicus van beroep, historisch geograaf. Historische geografie was zijn specialisme. Maar waar hij vooral heel belangrijk voor is geweest, dat is voor het ontstaan van boeken en artikelen over de geschiedenis van het industrieel erfgoed van Hilversum, maar ook de Tweede Wereldoorlog.